Sister Shensers vestigen zich bij voorkeur in afgelegen gebieden. Zo ook de monniken van het Sint-Bernardus-klooster in Aduard. In de 12e en 13e eeuw worden rond het klooster boerderijen gebouwd. Vanuit deze zogenaamde voorwerken wordt de omliggende woeste natuur in cultuur gebracht. De dagelijkse arbeid op deze voorwerken wordt verricht door de lekenbroeders van het klooster. Op de noordelijk gelegen voorwerken beoefenen de lekenbroeders de veehouderij en de landbouw. Ook bouwen ze van daaruit sluizen, graven kanalen en leggen dijken aan. In Groningen staat een stadshof, tevens handelshuis aan de Munnekeholm, en in het gehucht Rode School is een eigen kloosterschool gevestigd. Op het zuidelijk gelegen voorwerk Ter Heil en op Kleibos wordt de nodige potklei afgegraven als grondstof voor de bouwstenen, de zogenaamde kloostermoppen. Brandstof voor de veldovens vinden de lekenbroeders in de veenderijen van Wolfsbarge en Everswolde. Lekenbroeders zijn volwaardige kloosterlingen, maar geen monniken. Het standsverschil tussen lekenbroeders en monniken is groot. Monniken zijn vaak gewijd tot priester en geletterd. Zij mogen alleen lichte handenarbeid verrichten. Zo kunnen zij zich geheel wijden aan hun dagelijkse religieuze rituelen en aan hun leidinggevende taken. Lekenbroeders zijn meestal ongeletterd. Ze verrichten vaak zware lichamelijke arbeid. En daarom mogen ze niet één, maar wel twee maaltijden per dag gebruiken. Lekenbroeders hoeven minder vaak te bidden en doen dat zo nodig ook tijdens hun werk op het land. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Zowel monniken als lekenbroeders hebben voor hun intreden in de kloostergemeenschap de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd. Het bakken van kloostermoppen voor de bouw van de kerk en het gehele kloostercomplex is een taak van de lekenbroeders. De bouwmeester van de kloosterkerk is, opvallend genoeg, een gewone lekenbroeder. Wegens zijn grote verdiensten wordt hij, bij hoge uitzondering, in de monnikenkerk begraven. De voorwerken waar de lekenbroeders zelf verblijven, worden aanvankelijk gebouwd van hout, palen, wilgentenen, leem en riet.
Het ideaal van de Cisterciënsers is om geheel zelfvoorzienend te zijn. En daarom beoefenen de lekenbroeders, naast het stenen bakken, nog vele andere ambachten. Gewas van het land, zegen van boven. Adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me vestida. De waterbouwkundige werken van het Aduarder klooster worden uitgevoerd door lekenbroeders onder leiding van monniken. Domine, labia mea aperies. Domine, labia mea aperies. Ten behoeve van afwatering en scheepvaart worden diverse kanalen gegraven, zoals het Aduarderdiep. Door de moeste arbeid van de lekenbroeders wordt het klooster een steeds sterkere economische macht. Graan, wol, turf en bakstenen worden tot in de Oostzeelanden verkocht. Zelfvoorziening is niet meer genoeg en het klooster gaat steeds meer de goederenmarkt overheersen. Dit legt veel weerstand bij de opkomende stad Groningen. Door de teloorgang van het klooster eind 16e eeuw
zijn de boerderijen in hun oorspronkelijke vorm verdwenen. Sporen in het landschap en enkele plaatsaanduidingen doen ons nog herinneren aan de vroegere voorwerken. Ook de vele hergebruikte kloostermoppen, die we heden ten dagen nog overal in de provincie tegenkomen, herinneren ons aan de vroegere lekenbroeders, die de bouwstenen vormden van het Sint-Bernardus-klooster van Aduard.